Bij het ontwerp voor dit bankje heb ik me laten inspireren door Gaudi en de natuurlijke vormen van de natuur. Deze zijn rond en vertegenwoordigen daarmee de grilligheid van het menselijke tekortkomen. Het kleurrijke mozaïek juxtaposeert met die grilligheid en zorgt voor het nodige vervreemdingseffect. Ik denk dan ook dat dit bankje, dit prachtige bankje in jullie prachtige wijk, als herdenkingsmonument voor Matu zeker niet zal misstaan. En ik hoop dan ook zeer dat jullie mijn ontwerp voor dit bankje zullen kiezen. Dankeschön. Was dit de laatste? Ja. Oké, nou, dan hebben we nu alle 11 bankjes gezien. Dan stel ik voor dat we ons eerst even terugtrekken en dan over een kwartiertje terugkomen. Voor mij zat er in ieder geval niks tussen. Oké, Bianca, voor jou? Nee, voor mij eerlijk gezegd ook niet. Even zien. Nou, dan hebben we 1 stem voor het Gaudi-bankje. We hebben 1 stem voor het breiwerkbankje. En de rest vond er niks tussen zitten. Wat nu? Ik vond dat laatste wel mooi, met dat grillige tekortkomingen. Dat met die mozaïek. Hou toch op. Dat mens wist niet eens de naam van Mathieu goed uit te spreken. Matus noemden ze hem. Ik vond dat een mooi bankje. Heren, dankjewel Harry. Dankjewel Patrick. Wacht eens even. Waren er vroeger sowieso niet van die oude mooie bankjes op dat pleintje? Misschien is dat iets om na te maken. Ja, hoe zagen die bankjes eruit dan? Dat is een goede vraag, Patrick. Iemand? Ja, ik weet het ook niet precies, maar er is een vrouwtje die heeft even van die foto's van vroeger. Er zal heus wel een foto tussen zitten met zo'n bankje. Weet jij hoe ze heet? De mens is een beetje op haar eigen. Ik weet ook niet meer precies hoe ze heet. Marie of... Mia heet ze. Mia Lemmens. Ik wil anders wel even bij haar langs gaan. Oh, wil je dat doen? Fijn. Nou, dat is al geregeld. Mooi. Nou, dan zien we elkaar over een week terug. Hopelijk met foto's. Ja, wacht. Is dat dan dat het Gaudi-bankje is afgewezen? Ja, Patrick. Het Gaudi-bankje is afgewezen. Mevrouw Lemmens? Wie bent u? Bianca. Ik kom namens het actiecomité voor het herdenkingsbankje voor Mathieu. En dan hadden we gehoord dat u... U bent toch Mia Lemmens, hè? We hadden gehoord dat u heel veel van de buurt weet. En ook van de buurt zoals die in de 50er jaren was. En tot u foto's heeft van de bankjes op het plein... Ze hadden die bankjes nooit de weg moeten halen. Dat vinden wij ook. Mag ik misschien even binnenkomen? Het is voor de foto's, die zou ik zo graag willen zien. En het is voor Mathieu, hè? Mia. Bianca. Dus dit is dat bankje. Ja, maar die hebben ze allemaal weggehaald. Tijden veranderen, hè, Mia? Ja. En nu moet ik bij de bakkerswinkel, moet ik op de vensterbank gaan zitten. En dat om uit te rusten. Je hebt ook geen hulp voor de boodschappen te doen.
U bent toch niet van de gemeente, hè? Nee. Nee, ik ben van het actiecomité van het bankje. Wat is dat? Kijk. Ik zei toch dat dit geen goede plek was? Blijf dan ook stil. Ja, kom jij maar eens hierin staan dan. Als die van de gemeente ons hier samen zouden aantreffen, zouden ze ons meteen korten op de AOW. Terwijl ik hier alleen maar af en toe help in het huishouden en wat boodschappen doe, toch? Ja. En dat je niet denkt dat wij samen wonen, hè? En u heeft ook niemand om voor u te zorgen hier in huis, denk ik, hè? Naast mij heeft ze niemand. Ik heb mensen genoeg om me heen. Ja, wie dan? Ja, genoeg. Is het niet leuk dat u zelf die foto's komt laten zien aan de commissie? Maar bent u ook weer zonder de mensen? Heb ik geen behoefte aan. Jammer. Ik denk dat u dat veel beter kunt uitleggen aan de commissie dan dat ik dat kan. En ik denk dat de mensen het echt heel leuk vinden voor u te ontmoeten. Maar ja, als u niet wilt. Zou jij dat vervelend vinden? Ja, vervelend. Vervelend niet. Maar ik ben zo bang dat ze erachter komen. Is toch ons geheimpje? Nou, hebben we alles gezien? Dat zijn die andere bankjes. En dat is dus het bankje van zoals het vroeger in de buurt was. Nou, hartstikke bedankt. Zijn er nog vragen? Harry? Ja, ik heb geen vraag. Maar ik wou even zeggen dat zij... hoe heet ze ook alweer? Zij? Ja. Mia. Die ik overigens nog nooit gezien heb. Een prachtige presentatie, een magnifieke presentatie heeft afgegeven. Dan vind ik een applausje. Mag ik dan hieruit concluderen dat wij het unaniem eens zijn met het definitieve ontwerp van het bankje? Ja. Ik vind dat Gaudi bankje ook nog wel mooi. Maar deze is mooier. Goed zo. We zijn eruit. Kom ik rond de 1500 euro ex-BTW uit. Waar moeten we het bedrag dan vandaan halen? Ik heb het niet liggen hoor. Ik bedank jou Bianca voor het hier zijn en dat je tekst en uitleg hebt willen geven over deze actie. Ik hoop dat er heel veel mensen hebben geluisterd en hun steentje bijdragen. En toen ik jou hoorde op de radio, dacht ik helemaal, nu ga ik het ook maar wie heeft dat dan gevraagd? Het klonk als een jongen. Patrick?